Het is maandagavond, het is 7 na 9 uur. Dan zijn we er weer met de NIC-update live op radio en op tv bij RN7. En als je nou luistert, kan het ook zomaar zijn dat je nu via podcastje luistert. Want je zet hem ook nog eens een keer weg als podcast. Leuk dat jullie weer luisteren. We gaan het hebben over NEC. We gaan het in ieder geval een klein beetje terugblikken natuurlijk op de wedstrijd tegen Feyenoord. En vooruitblikken en ook al vooruitblikken op de play-offs. Want ja, die waren eigenlijk al zeker. Maar we weten nu dat we voor plek 6 of 7 moeten gaan in de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. En die zal gespeeld worden uit in Almere. Almere City is dan de tegenstander. Bij mij in de studio, Nick Rogers, zoals altijd. Verslaggever van RN7. Nick, goedenavond. Goedenavond. En tegenover mij zit Remco Bicentini. Goedenavond. Goedenavond, Remco. Leuk dat je er was. Ja, het was een moeilijke keuze. Je koos toch voor ons, want je had ook een hele mooie andere wedstrijd live kunnen gaan bekijken. Ja. In de KKD voor de promotie. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, ik ben hier graag. De koffie is goed. Ja. En we hebben al goede gesprekken, denk ik. Daarom. Nee, we gaan weer voor een goed gesprek. Keuze was makkelijk. Nee, goed. Laten we maar eerst eventjes gaan terugblikken op afgelopen zondag. Want NEC wist geen revanche te halen tegen Feyenoord. Het verloor met 2-3. Maar was het een amusante wedstrijd, Nick? Wel? Ja, het was een verschrikkelijk leuke wedstrijd. Ik vond het een ontzettend leuke wedstrijd. Ik ging er een beetje vooraf heen van, nou, het zal wel niet heel veel worden. Maar ik werd toch wel positief verrast. Ik had wel vanaf het begin het gevoel, nou, het moest me een beetje denken aan PSV. Vanaf het begin had ik wel, ik denk velen met mij wel het gevoel, nou, hier valt zeker wel wat te halen tegen dit Feyenoord. En zonder dat je net voor rust op 0-1 achterstand komt. Maar ik heb een hele leuke tweede helft gezien met een NEC, wat Rogier Meijer ook zei, er echt alles aan heeft gedaan. Ja, Remco, heb jij vermaakt op de tribune? Ja, in die zin. Nou, daar ben ik wel helemaal mee eens. Ze hebben natuurlijk alles aan gedaan. Dat wel. Alleen denk ik dat je toch iets hebt laten liggen in die zin. Ik vond zeker de eerste helft. Nou ja, Feyenoord speelde met name, laat ik het omdraaien, de tweede helft een mindere wedstrijd, vond ik. En daar heb je wel wat kansen en mogelijkheden, denk ik, laten liggen om die wedstrijd winnend af te sluiten. En in de eerste helft vond ik Feyenoord wel... Ja, prima in die combinatie. Hebben ze het echt niet weggegeven of met dat gevoel naar NEC gekomen. En dan moet ik natuurlijk wel weer de complimenten geven. Wel weer aan NEC met 10 man. Is natuurlijk, je speelt wel tegen Feyenoord. Hè? En die willen natuurlijk ook het seizoen goed afsluiten. En ja. Dat NEC natuurlijk ook in een goede fase, goede flow na competitie in. En hebben ze keihard gewerkt en daar kan ik ze niet nageven. Nee, in de eerste helft zag je toch dat de wat... kansjes het meeste toch wel voor NEC waren. Ja. Thierry die had een paar keer kon hem goed intikken, maar ja. Die schoot hem, zoals hij zelf zei, de snelweg op. Ja, ja. dat was, en ook Celso, die kwam af en toe ongelukkig, leek het wel een beetje allemaal. Hè? Ja, wat namens Thierry was natuurlijk wel jammer. Kijk, als je de wedstrijd daarvoor zo'n bal erin jaagt. Ja. En dan krijg je de twee keer twee mogelijkheden, zeg maar, in een kort tijdbestek. En dan hing hij volgens mij iets te ver achterover en raakte hem natuurlijk iets verkeerd. Maar nou, dat is natuurlijk jammer. Hè? Dat is natuurlijk wel een wapen die je hebt. Maar gewoon twee geleden. Keer, hè? Twee keer. Ja, ja. Dus ja. Ik denk dat hij er harder van baalt dan wij natuurlijk. Maar dat zijn wel bepaalde mogelijkheden. En zo, ja, natuurlijk, ja. Die kansen die je krijgt als spits. En zeker in dit soort wedstrijden, ja, die wil je ook verzilveren. Laat het duidelijk zijn, maar... Maar ja, die kansen lagen er wel, ja. Ja, snapte jij dat Rogier startte met Celso weer? Jawel, dat snap ik wel. Kijk, dat is zijn keuze. Hij legt het uit, hè? Die heeft meer diepte. En hij had het idee dat hij daar wat meer mee kon bereiken dan. Ja, Met González, wie er ook in zat. Ja, ja. Nee, die snap ik zeker wel. Het is alleen, ja, je maakt keuzes. En dat heeft hij vorige week ook al een keer uitgelegd, volgens mij. Waarom hij hiervoor gekozen heeft. En nou ja, goed. En dan is het ook de kans voor... Voor zo om te laten zien wat hij in huis heeft. En die kans moet hij ook pakken. En kijk, het is altijd heel makkelijk achteraf. Hè? Maar ik denk dat het gewoon een wel overwogen beslissing is geweest. Die hij vorige week ook al even uitgelegd. Dus ik snap hem wel. Ja, vind jij het experiment zo geslaagd? Nee, niet, dat niet. Ik begrijp echt wel de keuze. Ik sluit me ook bij jou aan, Remco. Ik ben het met je eens. En hij heeft het inderdaad goed uitgelegd, Rogier. Kijk, weet je, Celso heeft natuurlijk wel de gunfactor mee. Dat is zijn geluk een beetje. Want ik denk als het gewoon een buitenstaander was geweest van NEC... die hier even een halfjaartje kon voetballen...
Ja, dan was hij echt wel klaar geweest, denk ik, bij de supporters. Ja. Want zoveel laat hij niet zien. Ik vond PSV zijn beste wedstrijd. En eigenlijk alle andere wedstrijden tikte hij het niveau gewoon niet aan. Nee. En wat hij bij Go Ahead was, een echte pinchhitter waarin eigenlijk alle schoten van hem wel raak waren, is hij nu helemaal niet meer. Nee, ik vind dat hij inderdaad, als je nou ging kijken bij Excelsior, is een wat mindere ploeg. Dus dan denk je van, nou ja, dan kun je het even laten zien. Heeft hij niks eigenlijk laten zien. En nu ook eigenlijk niet heel erg veel. Dus nee, het is niet te spelen. Dan zie ik toch liever Koki gewoon. Ja, maar wat ik wel bij Celso heb, je weet, hij is wat sneller, wat behendiger misschien. Als in dat hij snel kan draaien. Terwijl Koki wat statischer is, vind ik dan. Ja. Kijk, hij heeft een geweldige balaanname. Dat liet hij tegen Feyenoord ook weer zien. Maar Koki is niet snel. En Silla, nou goed, die is wel in ieder geval sneller dan Koki. Ik zie dat. Ik hou toch wel iets meer van een bewegelijkere spits. Maar ja, op dit moment zou ik dan toch zeggen, probeer het maar gewoon weer met Koki. Laat hem tegen Almere maar weer even in vorm komen. Want ja, hoe je het went of keert, hij had toch wel weer een heel groot aandeel in de goal van Sontje Hansen tegen Feyenoord. Nou ja, dat was ook wel waar we nu over praten, was ook wel een fase waar Feyenoord wel een hoop opengooide en wat nonchalanter speelde, vond ik. Ja. Veel mensen voor de bal. Dat zag je ook met name met die goal in die omschakeling. Stond er niet eens in een overtal. En natuurlijk, wat schiet je ermee op jou af te gaan? Maar... Nee, maar dat was ook het alles of niets wat hij ging spelen. Hè? Ja, op daarom. Dus, ja. En dan weet je, dan kan hij aan de andere kant natuurlijk vallen. Ja, dus, nee, maar natuurlijk, het was wel prettig dat hij hem erin. En dan was er weer natuurlijk, je voelt in het stadion, het begint weer te leven. Ja. Maar dat, nogmaals wat ik zeg, dat is gewoon knap als je dan met 10 man speelt. Het is toch fijn hoor. En je kunt ook zeggen in zo'n situatie van oké, je speelt met 10 man. En je achterhoofd de play-offs. En ik laat deze wedstrijd voor wat het is. En dat hebben ze niet gedaan. En dat vind ik wel een hele goede set. Dat je gewoon in die flow moet blijven of moet komen. Net hoe je het zelf ziet. Om die play-offs in te gaan. Hè? Of je nou 6e of 7e wordt. Je moet je wedstrijden spelen. Ook tegen Almere. Met een bepaalde intensiteit. En je kunt niet in één keer in die play-offs de willen staan. En zeggen, 2-3 wedstrijden ervoor. Ik doe even rustig aan. En dat zag ik wel met name als heel positief punt in deze wedstrijd tegen Feyenoord. Dus toch echt volle bak er alles aan willen doen. En het publiek wat er ook achter ging staan in de laatste fase sowieso. Nou ja, dan krijg ik toch wel een beetje kippenvel. Dat vind ik toch wel mooi. En dat is wel wat je verdient als ploeg. En dat je uiteindelijk dan niet wint, dat is natuurlijk jammer. Maar aan de andere kant, als je dan na de uitslagen weer hoort, ook bij Utrecht... Dan, die winnen dan ook niet. Dus je had natuurlijk wat uit kunnen lopen. Maar aan de andere kant, de tegenstander laat ook zijn steekjes vallen. Ja. Ja, en dit duel had NEC eigenlijk ook wel nodig voor het vertrouwen. Want Excelsior was gewoon een moeilijke wedstrijd. Waarin ze wel een soort last van hun schouders lieten vallen uiteindelijk. Omdat ze dan een keer weer wonnen en dan scoorden. En dat tegen Feyenoord. En dan speel je gewoon echt een goede wedstrijd. Bij Vlagen vond ik NEC echt heel goed spelen. Je maakt ze erg lastig. Ja, dat is voor het gevoel wel lekker. Ja, en dan weet je dat je zo'n play-offs, wat verdonken dan zij, misschien wel als favoriet ingaat. Ja. Die rode kaart terecht? Ja. Ja, hij was terecht. Ja. Ja, dat wel. Alleen ik vind het heel lullig dat het bij Nuitink gebeurt, want het was een ongelooflijk rare inworp. Daar ging het volgens mij helemaal mis. Ja, Pereira. En bij wie? Ja, bij Pereira. Weet je, dan denk ik, hoe zou hij zich nou voelen, weet je? Hij weet van zichzelf, denk ik, open dat hij niet de beste indruk heeft achtergelaten de laatste tijd. En dan gooit hij zo'n bal in. Nou, wat was het, een beetje achter Ros of juist te ver voor hem? Waardoor de Ueda erdoor kwam. Ja, dan moet Nuitink aan de noodrem trekken. En anders staat het gewoon 1-2. Ja, had Sillis nog een rol kunnen betekenen? Want ik hoorde ook mensen zeggen, Sillis had uit moeten komen. Hij kwam ook uit. Ja, maar te laat. Ja, maar ja. Nou ja, de bal valt ook een beetje ertussen in die zin. Ja. En je kunt zeggen... Aan de andere kant, misschien had Nuitink een halve stap voor moeten zijn. Aan de andere kant kun je zeggen van... zullen ze misschien iets verder moeten zijn. Maar ik denk dat het even niet ter zake doet. Het is wel het moment vooraf al waar het gebeurt. Dat zie je vaker bij gele of rode kaarten. Het voortraject, hoe komt die te stand? Het is vaak zo dat iemand iets moet herstellen en dan eigenlijk net iets te ver gaat. Ja, en het is nog maar afwachten wat zijn schorsing wordt. Want zo meteen kreeg hij 2 wedstrijden.
En omdat het een directe rode kaart was, stelt hij mee voor de play-offs. Ja, want Rogier zei na afloop van dat niet zo is. Maar dat leek mij toen al sterk. Ik denk, ja, dat is direct is die direct neem je is mee. Gewoon, ja. Die neem je gewoon mee, toch? Ja. Oh, okay. Maar het kan ook zomaar nog één wedstrijd zijn. Hè. Het is laten we daar gewoon vooruit gaan. Twee wedstrijden... Het was geen schandalige overtreding. Nee, en volgens mij is een doorgebroken speler gewoon één wedstrijd. Wat ik ergens heb gezien. Dus, het was gewoon een tackle op een doorgebroken speler. Laat het ook niet groter maken dan het is. Ueda, die kon gewoon daarna 20 minuten later de 2-3 binnen tikken. Dus ja. Ja. Jij bent van de statistiekjes, hè? Dat zeg jij altijd. Ja, is er wel eens een wedstrijd geweest van NEC waarbij we 4 aanvoerders hebben gehad in een wedstrijd? Nou, we begonnen met Bram. Daarna ging hij naar Dirk. Daarna ging hij naar Jasper Sillissen. Daarna naar Lasse Schöne. Ja, het was wel een carousel. Hè? Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat opmerkelijk. Ik heb daar geen statistieken van, maar het is wel opmerkelijk inderdaad. Ja. Nou ja. Het zegt mij wel iets heel positiefs. Waarom? Kijk, hieraan kun je zien wat de afspraken zijn binnen het elftal. En als die afspraken er zijn, wie dan ook speelt dat die aanvoerder is. Natuurlijk, waar we nu over praten, alles is maar 2 minuten of 3 minuten. Tuurlijk, maar aan de andere kant vind ik wel mooi dat ze weer aan een vaste dingen houden. En dat is een afspraak. Hè? Op het moment dat die speelt, is die aanvoerder. Dat die speelt, is die aanvoerder. Ja. En in dit geval was laatst in de vierde. Ja. Maar, ja. Het zijn wel logische aanvoerders. Hè? Het is niet van, ja, er is even met niemand, dus jij krijgt de band. Nee, het is maar, wel nee, logisch dat Sillissen, Nuitink, Schöne en Propen, vind ik ook logisch dat die hem krijgen. Nou, buiten de logica. Maar mij gaat het erom wat ik zeg van de afspraak die er staat op het moment wie er speelt, ja, wie dan aanvoerder is. En ja, of je dan nu erin komt in de laatste minuut of het is na 1 minuut. Ja. Dat vond ik wel mooi om te zien. Ja, toch leuk voor de foto dan. Wie mij wel in positieve zin opviel, dat was González, Robert González. Zie, ja, mee eens. Die startte weer, maar die heeft wel een beetje zijn visitekaartje. Jammer met die rush, hè, in de eerste helft. Ja, zo. Dat was goed, hè. Dat was echt goed. Ja, ik kwam net even niet lekker uit. Maar dan, omdat ik zie heel veel dingen weer van, ja, we moeten hem vastleggen en halen. Maar dan denk ik ook, ja, hoeveel gaat dat NEC kosten? Wil hij dit ook? Want er gingen wel eens geruchten dat hij niet blij was bij NEC. Het is allemaal een beetje gissen bij hem. Ik weet niet of hij de rol voor zich ziet om een beetje met Hansen te concurreren. En dan de ene keer wel, de ene keer niet op de bank te zitten. Ja, en wat gaat het NEC kosten? Ik bedoel, zo'n Spaanse speler van Real Betis, ja, dat zou toch wel tegen de miljoen gaan? Ja. En NEC heeft ook nog zo'n, ja, die heeft dan een koopoptie, maar Betis heeft dan weer een terugkoopoptie. Dus Betis, als NEC hem koopt, mag Betis hem weer voor een x-bedrag gelijk weer terugkopen. Dus het is allemaal. Je schiet daar ook niet zoveel meer in de toekomst misschien mee op. Nee, maar hij viel me wel op. En inderdaad, hij scoorde bij Excelsior ook nog een doepje. Ja. En vaak is hij toch, als hij inkomt, hebben we vaker dit seizoen gezien, dan scoort hij wel weer. En dat vond ik mooi en fijn om te zien. Ja, maar bewegelijk, het doet wel wat op dat het middenveld. Dat zegt ook iets over de persoon, hè? Waar we het nu over hebben. Kijk, want ik bedoel, als hij de uitstraling zou hebben van ik ben niet blij dat ik hier zit of dat ik niet elke week speel. Kijk, en zeker in de fase van het seizoen waar je nu staat, dat is het verhaal waar we het in het begin over hadden. Kijk, hij staat dan in de basis, maar hij doet er alles aan om positief eruit te komen. Hè? Dus, ja, dus je ziet wel de gretigheid in hem en je ziet ook niet aan het einde van het seizoen van oké, ik laat het even varen. En dit zijn wel spelers die je wel nodig hebt, zeker dadelijk in die play-offs. Want we hebben het al eens eerder in een uitzending over gehad. Kijk, nummer 1 tot en met 11, die kun je invullen vaak. Maar hoe belangrijk zijn de nummers 12 tot en met 23? We hebben het met de keepers gezien, als Jasper ziek is en als ik keeper Hoefs. En in dit geval kies je voor 1, 2 andere basisspelers waar misschien iemand anders wat anders van verwacht. Maar ze staan er dan wel. Ja, gaan we een beetje vooruitblikken, want de laatste wedstrijd komt er dan aan tegen Almere City, een uitwedstrijd. Kunstgas daar nog, hè? Ja, volgens mij nog wel. Kunstgas. Ja, ja, ja. En bij oude NEC-trainer natuurlijk Alex Pastoor, wie zijn laatste wedstrijd op de bank zit voor Almere City, want die gaat stoppen. Vandaag werd ook bekend dat het Wiegers Maduro daar trainer gaat worden. Ja. Maar ja, wat wordt dat voor een wedstrijdje? Want ja, je wil toch wel die plek 6 echt veiligstellen, dus je moet wel winnen. Ja, ik hoorde mensen na afloop zeggen, ja, dan speel je zondag eigenlijk voor spek en bonen. In theorie is dat ook wel even, hè? In theorie is ook zo, want NEC heeft zich gewoon geplaatst voor de play-offs. Maar wat jij zegt, NEC moet wel gewoon 6e worden. Ja. En waarom moet dat? Dat gaan we nu voor eens of altijd nog één keer uitleggen. Een man van de statistieken, hè? Ja, hallo. Ding dong. Nee, maar even.
Als NEC zesde wordt, dan spelen ze de halve finale en eventueel de finale van de play-offs thuis. Word je straks zevende, omdat Utrecht misschien per ongeluk wint van AZ moeten tegen. Ja, die moeten tegen AZ. Als Utrecht dan per ongeluk wint van AZ en NEC vergeet te winnen bij Almere, dan word je zevende. Dan speel je de eerste halve finale thuis. Maar mocht voor Utrecht de finale dan halen, waar we dan even vanuit gaan, dan speel je die weer uit. Ja. Dus dat. Dus je hebt gewoon twee keer thuisvoordeel. Dus dan, je wilt twee keer thuisvoordeel halen. Als je, als je verder komt. Ja, dus ja. Daarom wil je winnen. Ja, nee, heel duidelijk. Almere is dit seizoen voor heel wat ploegen toch een lastige tegenstander gebleken. Wat maakt het zo lastig, Remco, die ploeg? Nou ja, dat is ook wel een beetje erin gevreven, hè, op de manier waarop ze spelen. Iedereen heeft het erover, heel defensief en vanuit die omschakeling spelen. Maar aan de andere kant, ja, dat is een bepaalde speelwijze die ze hebben. En ik vind hem prima hoor, als je zo kunt handhaven. Alleen je moet zorgen dat je jezelf daar tegen kunt wapenen. Ik vind wel tegen dat soort ploegen moet je gewoon heel veel geduld hebben. Ja, de bal snel rond laten gaan en ze eigenlijk uitlokken uit hun defensieve speelwijze waarin ze spelen. En van daaruit bepaalde acties creëren die je zondag ook hebt gezien. In die omschakeling met een zoontje Hansen weg of aan de andere kant wie daar ook gaat spelen. Dat is natuurlijk wel iets wat heel belangrijk gaat worden naar mijn visie. Aanstaande zondag tegen Almere. Ja, nou is Almere, nou ja, tegen Ajax zag je er eigenlijk al niet meer zoveel van toe. Is het voor hun klaar? Ik bedoel, ook gewoon misschien fysiek ook wel. Dus voor hun die hebben het maximale er wel misschien uitgehaald uit die ploeg. Is het misschien niet op bij die ploeg? Nou, weet je wat, het is de laatste wedstrijd en ze spelen thuis. En dan wil je als club wil je gewoon goed afsluiten. Er zijn spelers die gaan vertrekken en stoppen. Dus die willen echt niet met 4-0 eraf gaan en daarna een potje bier drinken. Dus, en voor NEC geldt gewoon, je wil in een goede flow, wil je die na-competitie. En dus voor mij is het gewoon een hele goede beladen wedstrijd voor beide kanten. En natuurlijk voor Almere City staat er niks meer op het spel. Maar ik geloof echt niet dat ze de handdoek in de ring gooien. Maar gewoon even afwachten en een beetje rustig aan doen. Dat geloof ik niet. En dat kan NEC ook niet doen. Dus. En ik denk dat je zo'n wedstrijd ook nodig hebt. Om daarna gelijk je play-offs te gaan spelen. Ja. Want als je dan half gaat spelen of op 80%, en dan weet je zelf wel, dan krijg je blessures of dan gaan de dingen net niet goed. Maar je moet echt gewoon met de volle bak en die intentie die wedstrijd ingaan. Maar dat doen ze ook wel, daar ben ik ook heilig van overtuigd. Dat moet wel. En nou zei Rogier wel van, we gaan natuurlijk spelen, maar we houden echt rekening met de play-offs. En als je dan gaat kijken naar de selectie, nou, Sandler, die verwacht ik er nog niet bij. Die zullen ze echt wel gaan sparen voor de play-offs. Nou, zullen ze hem niet minuutjes laten maken, maar voor erin te komen? Weet ik niet. Kunstgas, geen idee. Denk het niet. Nou, Bram Nuiting is er dus zeker niet bij. Toen zei hij, nou, dan weten jullie de oplossing al. Natuurlijk. Ja, ja, dat is je geld. Ik heb hem net ook geappt. Ik zei, ja. Ik zou dit en dit doen. Nou, deed hem dan. Nee, ja. Je moet daar wel even nog in die flow blijven of komen. Hoe je het wil hebben. Je moet gewoon goed afsluiten als NEC zijnde. Maar ik zou het niet heel gek vinden als hij voor het roes nog laat keepen. Een Sontje Hansen de kans geeft. Nou ja, ik zou de verdediging, die kan je wel redelijk invullen. Ik denk Baas, Verdonk, Ros, Pereira. Ja. Ja, dat je misschien even wat spelers nog een paar minuten geeft. Ik zou, ja, dat zou ook wel begrijpen. Maar ja, daar wordt NEC ook weer niet zwakker van. Dus. Jij noemde, zei je nou net echt van, ik zou Robin Roes laten keepen? Heb ik dat goed gehoord? Ja, waarom niet? Ja, waarom? Ja, ik zeg altijd, je moet met de sterkste elftal gewoon staan. Dan ga je gewoon met zullen ze gewoon. Dat vind ik ook. Het kan natuurlijk. Nee, maar ik zou ook gewoon, als ik trainer zou zijn, dan. Je zegt in de flow blijven. En dan laat je hem in de play-offs weer wel keepen. Zullen ze? Die moet toch ook in zijn ritme blijven? Nou, maar waarom zou je Roefstien dan nog de kans geven in zo'n wedstrijd? Er staat in principe niet heel veel druk op. Nee, maar Almere is ook geen wonderploeg. Nee, ik zou dat best wel doen. Nee, maar je moet zesde worden. Ja. Dus als jij, dat kan je ook met Roefs, hoor. Nee, daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om wie er dan speelt. Maar je moet die wedstrijd serieus nemen. Ja. En als je zesde wil worden en je verliest toevallig en wint wel van AZ, dan krap je achter de oren. En het wisselgeld die je hebt, dat is gewoon top. Ik denk, je bent allemaal professional. En je speelt tegen Almere City. Ja, er zou misschien best wel één of twee veranderingen in kunnen komen ten opzichte van de tegenstander dat je daarvoor kiest. Maar je moet jezelf niet dadelijk achter de oren gaan krabben van, goh, verdomme, ja, had ik het maar anders gedaan. Ja.
Want hey, okay. Zeker omdat je echt afwijkt van normaal. We die discussie hebben ook elke keer met bekerwedstrijden. En dan hoor je ook mensen zeggen, ja, maar waarom keept dan Roeswel? Want je hebt toch een eerste keeper? Je stelt gewoon de beste op. Roes is ja, prima keeper, hè? Daar gaat er niet om. Ja, nee, maar goed, weet je... Maar ik zou Sillissen gewoon er natuurlijk in het doel zetten. Ja, ik vind dit een wedstrijdje zonder heel veel druk. Tuurlijk, je moet zesde worden, hè? Maar je zou best hier wat jongens nog wel minuten kunnen laten maken. Om zichzelf te kunnen laten zien. Ja, maar dat zou ik dan doen in de rente aan de wedstrijd, hoe een wedstrijd verloopt. Kijk, ja, dat kan ook. Want kijk, als je 4-0 voor staat, is een ander verhaal. Ja. En als je 1-0 voor staat en ja, je speelt allemaal om 2:30 en je wilt gewoon doorgaan zesde worden. Ja, dan ga je dat soort dingen niet doen. Tenzij het echt wel kan. Ja, maar, nou ja. Tenminste, lijkt mij hoor. Tenminste, zou ik doen. Misschien is dat ook wel een beter idee. Dat je dan... Dan ga ik wel even mee dat Sillissen dan gewoon kiet. Maar dat je misschien aan de stand op de andere velden en je eigen wedstrijd dat naast elkaar legt. Dan zeg nou, we zouden dat hebben, kunnen husselen. We hebben het wel dit seizoen al een keer gezien. Dat NEC gewoon ruim voorstond. En dat je dan wat gaat wisselen om toch een keer wat spelers... wat speelminuten of een keer te laten zien van... Oké, nou kun je een keer spelen. Maar ja, je moet dit wel serieus nemen. Je moet gewoon met je sterkste elftal, wie je op dat moment kan opstellen, moet je gewoon beginnen aan die wedstrijd. Waarom zou je die serieus nemen als je andere spelers opstelt? Nou, niet als je Robin Roefs in het doel gaat zetten, terwijl Sillissen op de bank zit. In mijn ogen neem je dat niet serieus. Nee, maar kijk, iedereen kan spelen. Maar de logica, laat ik het dan zo stellen, van je laatste wedstrijden zoals je speelt. De laatste 4-5 wedstrijden, nou, daar zal niet zo heel veel veranderingen in moeten komen, mijn inziens. En kijk, gedurende zo'n wedstrijd, dat de wedstrijd of wel of niet gespeeld is, ja, dan zou je kunnen zeggen, in mijn optiek, van oké, okay, dan laat ik misschien andere spelen die normaal gesproken niet hadden gespeeld. Nou goed, weet je, we gaan het gewoon zien zondag. Ik denk ook wel dat Rogier gewoon met de sterkste elf gaat spelen, maar ik zou het niet heel gek vinden. Begrijp me goed, in zijn ogen. Kijk, als er wel natuurlijk 10 anderen spelen, dan kan dat. Maar dat is in zijn ogen het sterkste team. Ja. Maar ik begrijp me goed. Ik denk niet dat het een fantasieopstelling gaat worden. Of dat het, nee, oké. Okay. Dat denk ik ook niet. Nee, maar laten we die maar spelen om het feit dat het eigenlijk al gelopen is. Dat denk ik totaal niet, maar... Nou goed, zondag 2:30. Alle wedstrijden worden om 2:30 gespeeld. Het gaat er ergens om en je verwacht geen walkover. In ieder geval Repco, dat verwacht ik ook niet hoor. Ik denk dat het, zo'n wedstrijd wordt. Maar daar kom je straks wel op als we dan nog vooruit gaan blikken op wat we denken dat de stand gaat worden. Maar dat het een wat stroperige wedstrijd in het begin gaat zijn. Jij noemde net al Roefs al. Dat is ook één van die spelers natuurlijk, waar ook gekeken wordt van oké, wat gaan we volgend jaar doen? Eén van die spelers waar het veel over ging afgelopen week, dat was natuurlijk Cheron Cherry, want die blijft in Nederland. En dan gelijk de vraag, ja, blijft hij dan bij NEC? Is het een speler, Remco, waar jij zegt van nou, weet je, dan moet NEC echt alles op alles zetten om die te houden? Maar ja, als je het mij vraagt, zou ik hem heel graag bij NEC houden. Dat is mijn ding. Maar als ik kijk in het hoofdje van de speler, kunnen daar misschien wel andere gedachten in zitten. Nee, goed, dat snap ik. En dan wil hij, want Antwerpen is, dat is een van die clubs die geïnformeerd hebben bij hem. Nou, volgens mij spelen die Europa League. Zou ik de Belgische stand er even bij pakken? Europa League, inderdaad. Ja. Nou, die gaan in ieder geval wel Europees voetbal spelen. Dat, ja. Dus dan speel je toch alweer op een ander platformpje. En wij ook volgend jaar. Ja, dat is, nee. Maar dat is dan niet Europa League. Hè? Dat is dan de Conference League. Ja. Hè? Dus, ik hoorde iemand vandaag zeggen de Confetti League. De Confetti League. Nou, lekker. Nee, maar goed. Jij zegt, maar even los van wat hij ergens kan verdienen. Jij zegt, het is wel een speler wie, ondanks zijn leeftijd, want hij is natuurlijk ook al op leeftijd. Je kunt ook zeggen, als NEC is in de naaien goed, dan hangt een bepaald salaris misschien wel aan. Misschien moet je die lekker laten gaan. Nou ja, kijk het liefst. Ja, daar ben ik weer. Kijk, als er iets goed loopt of iets goed is opgebouwd, zou ik het bij elkaar willen houden. Kijk, en Cherry die speelt nou hier. En die is hier fantastisch ontvangen door de club, door de mensen. Speelt wekelijks. Ja, kijk, en als je 35 bent, als ik 35 zou zijn, en dan krijg je de kans om bij NEC nog een jaar of 2 jaar aan te plakken, ik noem maar iets, in deze situatie. Ja, dan weet ik wat ik heb. Weet ik wat ik van het publiek krijg. Ik weet wat ik van mijn spelers krijg. En dan zou ik gelijk die krabbel eronder zetten. Maar nogmaals, ik ben niet Cherry. Nee. Maar er is ook een periode geweest waar je nu in ziet van... Oké, heeft hij
toch niet, die is die niet die bepalende speler geweest. Ja, maar kijk, ik vind dat ook weer gewoon... ik vind dat wel allemaal achteraf. Kijk, ik bedoel, dat had je ook met onze vriend ervoor. Die team die is weg, hoe heet het? Metson. Nee. Tanane. Toen Tanane wegging, was het ook van, oh ja, is hij weg. De hel breekt los. Wat krijgen we ervoor terug? Ja. Dan krijg je Magnus, die vult die positie op een gegeven moment prima in. Hè? Ja. Hij speelde vaak vanuit links, komt dan op 10. Op een gegeven moment heeft hij een fase en nou ja, hij was onomstreden. Dan gaat hij weg en dan denk je, dan breekt de hel los. Wat krijgen we nou ervoor terug? Wat gaan we doen? Dan krijg je een Sherry. En die toch, kijk, hoe je het ook went of keert, in een moeilijke competitie waar je nu speelt, zo lang tegen die top 5 gespeeld. Kijk, als je bij NEC 1 of 2 zwakke schakels hebt in een elftal, elke wedstrijd maar weer, ja, dan word je geen vijfde, zesde of zevende. Kijk, en hij speelt misschien niet, omdat iedereen verwacht wel vaak dat hij elke week zo'n bal in de kruising jaagt. Omdat hij wel een bepaalde type speler is. Hij kan dat wel, maar ik had gehoopt dat hij niet per se met doelpunten, dat het afstands maar wel wat bepalender zou zijn. Snap je wat ik bedoel? Gewoon wat vaker, voor die goal komen en een belangrijke paas geven. Dat heb ik hem te weinig zien doen, vind ik. Maar dat is een speler, een nieuwe speler. Dat geldt ook voor Jurie Baas. Die gaat terug naar Ajax. Juri. Of... ik hoor al hier en daar, misschien gaat Ajax dan nog eens zeggen nog een jaartje, maar dat geloof ik niet zo. Nee. Ik denk dat Ajax hem zelf wil hebben, toch? Dat gaat eigenlijk niet gebeuren, hoor. Nee. Ze hebben ook geen koopoptie op hem. Nee. Hij keert gewoon weer terug bij Ajax. En die gaat daar concurreren. En kopen gaan we hem zeker niet. Want ik denk dat niet gaat nooit gebeuren, want Ajax vraagt daar gewoon een miljoentje, twee misschien wel voor. Ja. Dus dat moet je ook helemaal niet willen. En Lasse Schöne, ja, die moet eerst zelfs maar zelf beslissen misschien. Of zeg je, NEC moet gewoon die beslissing nemen. Ik hoop dat NEC gewoon tegen hem heeft gezegd, goh, we hebben voor jou een contract liggen. En als jij door wil, dan kan je gewoon door. Maar ja, dat is even heel makkelijk gezegd. Zou die doorgaan van af en toe eens een keer 10 minuten spelen? Want zo reëel moet je gewoon zijn. En dan kun je zeggen, ja, Dirk zit er nu nog en die heb je misschien volgend jaar niet. Dus maar dan nog, hij kan het. Hij kan het niet meer, hè? Nee. Jij hebt toen met hem een gesprek gehad. Maar toen vroeg jij ook, je stelde eigenlijk van, ja, je bent een liefhebber. Dat was hij ook, dat heeft hij gezegd. Denk jij dat hij inderdaad iedere keer weer naar Amsterdam en Nijmegen rijdt om te trainen? Denk je dat hij dat gaat doen? Ja, denk ik ook. Hij is, dat is echt serieus, hij is als een van de eerste, is hij daar. Ik zie hem ook in de weekend, dat was ook in de tijd van de zomerstop, zeg maar. Hij was er. Hij ging trainen. Om maar fit te blijven of weer te worden. Ik denk dat hij dat wel heeft. Dat klopt. Want ik zie veel trainingen en hij is ook... ik kan hem ook niet betrappen op... hoe zeg je dat? Dat je... Kantjes ervan aflopen. Ja, vervelend wordt. Ja. Om het feit dat hij niet speelt. Of hij heeft natuurlijk een fantastische status van dienst. Alleen, wat ik nu ook wel heel mooi vind aan dit verhaal. En kijk, hij accepteert... hoe moeilijk het ook is. Kijk, bij Cambuur, goed voorbeeld. Bij Cambuur, bij de beker uit, werd hij toen gepasseerd. Toen speelde hij niet. Nee. Toen vroegen ze hem voor de camera nog, als jullie nog kunnen herinneren, van, ben je nog niet boos? Toen stonden ze net voor dat... voor de uitverfeest. Weet je nog? Ja. En toen zei hij, ja, ik ben natuurlijk nog wel, ik ben wel boos, maar hoe kan ik nou boos zijn, want we hebben gewonnen. Ja. Met een, dus dat heeft hij wel geuit. Maar daarna zijn er natuurlijk heel veel wedstrijden geweest, waar het middenveld gewoon fantastisch gedaan heeft. Kijk, en dan, ik zeg niet dat je gewend raakt om niet te spelen. Maar als jouw concurrenten, en dan ga ik weer naar de 12 tot de 13e, 23e man. Ja, ja. Maar het oppakken en goed doen, je moet wel recht hebben om te spreken. Ja. En die wisselvalligheid... Maar zijn status heb je sowieso, denk ik wel. Dat mag, tuurlijk. Maar wat hij voortreffelijk en heel goed gedaan heeft met zijn status, kun je de kont in de krip gooien en daarover blijven zeuren. Er zijn natuurlijk goede gesprekken geweest. Hij met Rogier, heeft Rogier toen ook eens een keer aangegeven. Ga ik met hem zitten. Maar ik zie qua lichaamstaal of qua training of zie het niet aan hem af. Toch? Dan Kordai Sano. Het talent wordt dan gezegd wat NEC een hoop geld kan opleveren. Zou die misschien deze zomer al vertrekken bij NEC? Zie je dat gebeuren? Of is ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik vind het een topper. Denk het ook niet. Nee. Te weinig misschien nog gespeeld. Ja, dat zou hij zelf ook niet eens willen. Weet je, hij zit nu met Koki Ogawa samen in Nederland. Heeft die Japaner. Heel belangrijk, inderdaad. Ja, ik denk dat hij ook prima naar zijn zin heeft. En hij is ook wel, denk ik, zo realistisch. Tenminste,
zijn ogen, die Japanners altijd, dat is misschien een beetje stereotyperend wat ik nou zeg, maar die is denk ik nog niet klaar hierin bij NEC. Nee. Dus die wil nog wel, denk ik, één seizoen heel bepalend zijn, meer doelpunten, meer assist. En zo denk ik heel veel spelers. Dus ik denk dat we die nog wel een jaartje zien bij NEC. Ja, ik heb ook wel ergens gehoord dat er waarschijnlijk ook nog wel een Japanner bij komt. Oh ja. Of in ieder geval dat ze daar nog wel mee bezig zijn. Dan ben om ik er nog niet. Eentje deze kant op te halen. Dan moeten ze echt een tolk gaan halen. En een verdediger uit Scandinavië. Ook dat nog? Ja, dat zijn een beetje wat ik zo hier en daar heb gehoord. Nou, dat... ben benieuwd. We wachten op jou, Maurice. Geen naam heb ik, hoor. Dus, jij bent hier de insider. Nee, dan even snel, want het gaat alweer zo snel de tijd. Robin Roefs heeft wel een uitspraak gedaan. Ik ga keepen of ik ga weg. Maar dit is duidelijke taal van Robin Roefs van... ga mij maar verhuren aan een KKD-club of weet ik wat. Ja, natuurlijk. Ik terecht, sowieso want doen. Dan kun je ook nog geld van maken. En zeker, volgens mij is het voor een keeper ook heel belangrijk. Als je hem straks als vervanger voor Cillessen wil hebben, die Robin Roefs, waar iedereen roept, dan moet je toch echt wel meters gaan maken en ook gewoon elke keer spelen. En dan word je niet beter van op de bank, toch? Ik verschil hier ook weer van mening. Kijk, ik bedoel... Ja, maar je wordt er niet beter op de bank. Nee, dat weet ik wel. Maar die jongen, die zie ik ook al 2 jaar intensief keepen, trainen, dit en dat. Hij weet, je tekent contract voor 5 jaar heeft hij volgens mij, toch? Ja, klopt. Dus je weet op een gegeven moment dat je kans toch ook komt. Ja. En die kansen die hij nou krijgt, die hij van Rogier krijgt, die pakt hij maar 400% aan. Ja, dus... Maar ik vind dat een beetje lastig als spelers in een beginfase zitten. En dan al heel snel al iets anders denken of naar een andere club. Kijk, ik denk als je in de KKD elke week keept, dat je er ook niet beter van wordt. Kijk, als jij met Jasper Cillessen traint en met Marco de keepers trainen, als ik zie hoe hun met elkaar... Ja, er zit ook geen verloop in met pieken en dalen. Dat is gewoon een stijgende lijn. En nee. Ik denk dat hij gewoon goed geduld moet hebben. En nogmaals, NEC heeft ook een hele goede eerste waardige keeper nodig. Als tweede. Snap wat ik bedoel? Dus als Cillessen, en dat zie je nou wel weer afgelopen keer. Ja. Dan is Jasper ziek. Ja, en dan kun je niet zeg maar een keeper opstellen die... Hij had er een paar hij moet eigenlijk een keeper die ervaren is om op doel te staan. Nee, die ook gewoon de eerste helft al volle bak kan keepen. Ja, de Rijk Jansen of zo, die heeft dat nog niet gehad. En Roefs, 100%. Die durft hij ook had bij zelfs hier ook een paar goede ballen uit, hoor. Nee, zeker. Supersterk. Nee, maar dat bedoel je. Dan word je ook als ploeg niet zenuwachtig als Robin Roefs erin onder de lat staat. Ik vind dat het ook hoort. Als je bij de eerste 5, 6, 7 bij Nederland in de competitie zit, dan heb je 2 gelijkwaardige keepers nodig. Want stel dat ze één een been breukt en hij is 4 maanden eruit. Snap wat ik bedoel? Kijk, dat klopt. En hij is heel jong. Kijk, als je nou zegt, hij is nou 28, 29 jaar, had ik iets anders gezegd. Maar wat is hier? Roefs is... Roefs is echt begin 20. Ja, nee, kom op. Nee, die moet lekker bij NEC blijven. Goed. En die krijgt zijn kansen eigenlijk nog wel. Kun je jou een speler van het jaar moeten vragen bij NEC? Op wie kom je dan? Want... Ja, dus zijn er voor mij 2. En dan moet ik misschien een nummertje trekken. Nee, maar Sandler, absoluut. Ja. Absoluut. Gewoon stijgt boven alles en iedereen uit, vind ik. En Dirk is een hele goede tweede. Want die vind ik ook fantastisch hoe die zich ontwikkeld heeft dit seizoen. En een bepaalde rol op zich heeft genomen. En ook het elftal op sleeptouw neemt. Op dat hele middenveld ook. En dan krijgen we weer de switch als je met het Lasje Schöne gewend bent om te spelen. Lasje heeft ook altijd fantastisch gespeeld. Op dat middenveld stond hij ernaast. Dan valt een Lasje Schöne weg. Zo kun je het ook bekijken. Hè? Als een routinier wegvalt, dan word je in één keer die dragende speler op het middenveld. Ja. En dat heeft hij gewoon fantastisch gedaan. Maar Sandler is voor mij gewoon absoluut... Ik heb hem ook gevraagd of hij Antilliaans bloed heeft. Ja. Nou vraag ik of hij Surinaams bloed heeft. Ja, ja. Ergens een familielid of Suriname. Hij had het gedaan als hij Antilliaans bloed of Surinaams bloed. Dat zei hij tegen mij. Maar ik vind hem wel absoluut, ja. Ja. Nee, dat klopt. Dat is gewoon buiten categorie natuurlijk. En we mogen heel blij zijn dat we hem in de Goffert hebben zien spelen voor NEC. En wie weet blijft hij wel. Ja, dat kan natuurlijk ook zomaar dat hij ook gewoon nog blijft. Maar die kans acht ik heel klein. Goed, dan hebben we de speler ook van het jaar. Dan blikken wij vooruit. Wat gaat het worden aanstaande zondag? De laatste competitiewedstrijd alweer van dit seizoen. Dat is bij Almere. Nick, wat gaat het worden? Nou, we doen het daar eigenlijk wel goed de laatste tijd. Afgelopen 2 keer 0-4 daar gewonnen. Dus ik denk dat we daar gewoon gaan winnen. Ik zeg
mooie 1-3 overwinning. Een mooie 1-3 overwinning. Ik had hem in de gedachte. Ik wou 1-3 zeggen. Ja, ik wou ook al zeggen 1-3. Ik wou 1-3 zeggen. Haha! Nou goed, ja, 1-3 zeg ik, ja. Dan zeg ik 0-2. 0-2, ja, prima. Dan zeg ik 0-3. Nou, dan worden we de zesde. Goed, dan hebben we alles gehad voor vandaag. Remco, dank je wel. Ja, graag gedaan. Voor dit seizoen sluiten wij ook af. Oh, jammer. Volgende week is... Nee, volgende keer. Ja, we konden jou niet twee keer in 2 weken betalen. Jammer. Nee, dat gaat niet werken. Ik had hem al mijn bed staan. Nee, dank je wel voor jouw blik op NEC. En we praten zeker nog wel een volgende keer natuurlijk weer over. Nick, volgende week. Ben je erbij? Ja, ik ben erbij. Je probeert erbij te zijn? Ja, zeker. Goed, en zondag zijn we er ook bij. Zondag zijn we er natuurlijk live. We zijn er vrijdag weer met de NEC-update gewoon op televisie. Zondag de wedstrijd. En volgende week hebben we weer een podcast. En dan zit Erik Meijers tegenover mij. Dan gaan we daar gezellig nog even op terugblikken. En dan hebben we het seizoen in ieder geval over. En kunnen we ons opmaken voor de playoffs. Voor nu zeg ik tot de volgende.